De NEPROM heeft synchroon gevraagd om een bijdrage te leveren aan de tweedaagse mastercourse e-business nieuwbouwwoningen. Ze hebben deze mastercourse georganiseerd omdat online marketing niet meer weg te denken is bij de promotie van nieuwbouw. Met als doel leden inzicht te geven in de mogelijkheden van online marketing. Namens Synchroon heb ik de leden wegwijs mogen maken in de wereld van online adverteren. Online adverteren is namelijk booming. Een goed voorbeeld zijn de totale Nederlandse mediabestedingen die in de afgelopen 5 jaar met 7% zijn gestegen en online adverteren met bijna 60%. Synchroon is zich bewust van deze ontwikkelingen en zet online adverteren dan ook heel specifiek in. Wij doen dit voornamelijk via search, gericht op zoekgedrag, social media, gericht op persoons- en leefstijlkenmerken en surfgedrag, gericht op websitebezoek. Wanneer je het in Nederland over online adverteren hebt, gericht op zoekgedrag, praat je voornamelijk over zoeken in Google. In 2014 zocht 94% van de Nederlanders naar informatie via deze zoekmachine. Hierdoor wil iedereen hoog scoren in deze zoekresultaten. Hier heeft Google een oplossing voor gevonden, Google AdWords. Dit is een betaalde advertentiemodule waarmee jij jouw website kunt tonen boven de organische resultaten. Maar ook hier is de concurrentie enorm. En hoe zorg je er dan voor dat jouw advertenties wel getoond worden tussen alle anderen? En wil je juist getoond worden op positie 1 of is positie 2 beter? De vraag is dus eigenlijk, hoe werkt deze advertentiemodule en hoe zet je het effectief in? Google AdWords is een veilingssysteem. Maar anders dan bij normale veilingen is niet de prijs leidend, maar de kwaliteit. Het gaat hierbij om de kwaliteit van de advertentie, de relevantie voor de consument en de website waar deze advertentie naartoe doorverwijst. Dit is vrij ingewikkelde materie, maar een slechte kwaliteitsscore kan ervoor zorgen dat je tot 6 keer meer moet betalen dan jouw concurrent. En als je het goed inricht, juist minder. Na search kun je ook adverteren op social media. Met 9,4 miljoen gebruikers is Facebook het grootste sociale netwerk in Nederland. Van deze 9,4 miljoen mensen zijn er zelfs 6,6 miljoen dagelijks actief. Een enorm potentieel wat dagelijks voor het grijpen ligt. Maar hoe werkt dat dan? Op social media is het mogelijk om te targeten op persoons- en leefstijlkenmerken. Op basis van deze kenmerken kun je advertenties vertonen aan mensen in jouw doelgroep, in plaats van te schieten met hagel. Zo kun je advertenties vertonen aan mensen uit Utrecht, aan mensen uit Utrecht tussen de 32 en 48 jaar, die een relatie hebben en kinderen, die kinderen hebben tussen de 2 en de 4 jaar en die kinderen hebben tussen de 2 en 4 jaar en die op een bepaalde BSO zitten. Op basis van dit soort persoons- en leefstijlkenmerken kun je heel specifiek jouw doelgroep bereiken. Als je dan jouw doelgroep hebt bereikt, dan kun je ze vasthouden met behulp van remarketing. Hoe werkt dat? Mensen hebben jouw website gevonden, bijvoorbeeld via Google, social media of een bouwbord. Omdat deze mensen al eerder interesse hebben getoond in jouw project, is het natuurlijk belangrijk om de aandacht van deze mensen vast te houden. Bijvoorbeeld om ze te attenderen op een informatieavond of een startverkoop van het project. Dit kun je doen door een pixel te plaatsen op je website. Deze pixels onthouden wie de website heeft bezocht en vervolgens vertonen wij advertenties via hun Facebook, Twitter, Instagram account, maar ook via Google. En dan is er nog de mogelijkheid om deze groepen te klonen, zodat je in beeld komt bij vergelijkbare mensen die op zoek zijn naar een nieuwbouwwoning. En zo kun je van 1 geïnteresseerde in je project naar 1000 potentiële geïnteresseerden gaan. Online adverteren is niet iets wat je er zomaar even bij doet. De mogelijkheden veranderen vrijwel dagelijks en het goed monitoren vergt kennis en is tijdsintensief. Online adverteren is één van de onderdelen van de online marketingmix van Synchroon. Om hier meer kennis in te ontwikkelen zijn we als eerste projectontwikkelaar in Nederland een bedrijf gestart dat zich richt op online vastgoedmarketing, YourM. YourM levert online advertentiecampagnes, ontwikkelt websites en geeft inzichten in jouw marketinginspanningen via data en onderzoek. Wil je hierover meer weten? Ga dan naar yourm.nl.